Hij is echt duidelijk geweest naar iedereen in Nederland. En ik hoop dat iedereen ook Wilders heeft begrepen wat hij heeft gezegd. Want het woord Marokkaan kan morgen ook een ander woord zijn. En ik denk dat we dat eerder hebben gehoord. Daarom ben ik hier vannacht. Ik vind het een heel raar gedoe wat hij de hele tijd zit te zeggen. Ja, ik vind gewoon dat er meer Marokkanen moeten komen. En meer Wilders of weiniger Wilders? Weiniger! Dames en heren, die discriminatie, die moet gestopt. En het allerbelangrijkste is, en ik weet zeker dat u dat ook vindt, dat we onze medeburgers, onze wereldburgers van Marokkaanse afkomst, dat we hen beschermen en geruststellen. Niet alleen juridisch, niet alleen publicitair, niet alleen nu vanmiddag, maar op alle goede manieren. De mensen, wij moeten hen duidelijk maken. Die aanval op de groep Marokkanen en dus op iedere Marokkaan, dat gaat helemaal niet gebeuren. Wat dacht u toen u die woorden van Wilders hoorde? Nou, net als het iedereen dacht, schrok me echt rot dat hij die grens overging. Is dit gewoon echt racisme volgens u? Ik vind het, het is natuurlijk aan de rechter om er uiteindelijk over te oordelen. Maar als dit geen discriminatie of racisme is, dan weet ik het niet meer.